Welkom in het Konstal van de Stokstadion, dat voor de komst van dat andere paarswit vanavond in het blauw weliswaar volledig is uitverkocht. Ariël Jacobs stuurt een bijzonder offensieve ploeg het veld op met maar liefst 4 zuivere aanvallers. Met Suarez, met Lejar, met Moussoufa en met Lukaku, die voor het eerst dit seizoen in de competitie aan de aftrap komt. Slechts 2 pure middenvelders, Maricek en Kouyaté. Jan Pollak die heeft bijgetekend en zit weer op de kern. Hij start vandaag als bankzitter. Bij Germinal Beerschot is Chibwabwa de diepe spits. Hij krijgt de steun van Daniel Kroes. Geen Wim de Dekker, toch wel een beetje verrassend op het middenveld. Wel Kagelmacher, de nieuwe Uruguayaanse verdediger van Germinal Beerschot. Hij is voor het eerst basisspeler. Adnan Kustovic die moet nog van op de tribune toekijken. Hij is voorlopig nog niet speelgerechtigd. En de scheidsrechter vanavond is de heer Frederik Geldof. Lukaku goed weggedraaid van Kagelmacher. Die komt nog een keer terug en maakt dan de overtreding. Dat is een vrije trap voor Anderlecht op een interessante plek. Deze Uruguayaan die centraal achterin speelt naast Clément. Vorige week tegen Cercle kwam hij Clément al vervangen na pakweg een half uur. En Barak Boussoufa. Nu mag hij trappen van Geldof. Uitstekend geplaatst en meteen een goal. Een Barak Boussoufa. Alsof hij nog eens extra wil onderstrepen dat hij echt niet weg hoeft. Niet per se weg hoeft bij Anderlecht. Hij liet verstaan dat hij best nog wel graag in Brussel is. Ook al is er wel interesse van Stuttgart. Maar bij lange na niet zo concreet als de voorbije dagen werd beweerd in de pers. Zijn tweede goal van het seizoen. En Pachowski die stond aan de grond genageld. En zo begint Anderlecht eigenlijk al met een voorsprong aan deze wedstrijd. Suarez, goede tik. Lejar is rap genoeg om die bal binnen te houden. Lukaku voor de goal. Daar is Lukaku geen controle. Moussoufa bijna al 2-0 binnen de minuut. Wat een start van Anderlecht. Goede redding dit van Pachowski. Nog eens kijken, uitstekende voorzet. Moeilijk voor Lukaku, maar perfect op de voet genomen door Boussoufa. Pachowski heeft wellicht de enkel verzwikt bij die poging van Boussoufa, bij zijn redding daarop, die uitstekend was. Maar hij kan dus niet meer voort en na 5 minuten moet Germinal Beerschot de doelman al wisselen. De 22-jarige jonge Christophe Maas is de vervanger. Suarez even aan de buitenkant. Recht op zijn man af, die bal blijft binnen de lijnen. Ja, groot vertrouwen, dat is duidelijk. Anders maak je deze actie niet. Lejar! Ja, ik kon alleen maar terugleggen. Lukaku was beter voor de goal gebleven in plaats van ook op die bal te gaan. Maricek. Moussoufa. Nu was Maas weer goed gekomen, maar dan is de goal leeg en mist Kouyaté die goal maar net. We zitten op een minuut of 10 van de rust. Na de flitsende eerste 15 à 20 minuten van Anderlecht is het allemaal een pak minder geworden. En nu komt Germinal Beerschot zowaar echt een keer opzetten. Het was Clément die kon koppen. Goeie bal van Clément. Chihuahua blijft overeind. En dan goed meegegeven aan Goor. Dit is de kans voor Germinal Beerschot. In de laatste 5 minuten van de eerste helft zijn we aanbeland. Anderlecht laat echt al een hele tijd begaan. Is helemaal ingezakt na die sterke eerste 20 minuten. En Germinal Beerschot nu al een paar keer dreigend komen opzetten. François, leuke actie. Wanyama. Niet onverdienstelijk het schot. Dat allemaal in de derde minuut. François, aanvang tweede helft in de ploeg gekomen voor Chihuahua. De schacht ineens voor de goal. Kouyaté eronder door. Suarez strak. Ja, op doel. Een goede poging. En dan is dit pas de allereerste redding in de tweede helft van het doel. Maar we zijn een kwartier ver. Anderlecht slaagt er ook nu nog steeds niet in om die wedstrijd weer onder controle te krijgen.
Silvio Proto gaat de vrije trap nemen. Lukaku verlengt. Oh, wat doet Pietrian Montaigne daar? Suárez als een duivel uit het doosje. En dan is Christophe Maas geklopt. En zo staat Anderlecht op een moment dat je het absoluut niet verwacht. Dan toch 2-0 voor. Proto trapt uit. Lukaku verlengt. En dan is dat een fout in de verdediging van Germinal Beerschot. En kan Suárez de 2-0 maken. Kagelmacher komt te laat na het slappe koppen, terugkoppen van Montaigne. Dat was de laatste actie van Lukaku. De laatste 20 minuten zijn voor Tom de Sutter. Boussoufa vrijgespeeld aan de kant. Snel voor de goal en Tom de Sutter. Oh, mooie goal. Tom de Sutter, leuke binnenkomer. En zo gaat het plots weer heel makkelijk voor Anderlecht. Na de 2-0, bijna meteen de 3-0. Nog eens kijken aan Barak Boussoufa. En kijk naar de fantastische afwerking toch wel van Tom de Sutter. En dan gaat het plots weer vanzelf bij Anderlecht. Alsof we opnieuw in het eerste kwartier van de wedstrijd zitten. Tom de Sutter, dit zal hem veel vertrouwen geven, want dit is een knappe goal. De Sutter en dan Boussoufa. De Sutter, gaat hij er nog één maken? Oh! Ja, goede actie, de Sutter. Boussoufa met de hoekschop. Maas niet. Het is 4-0. En dan heeft Jan Pollak toch wel gescoord, zeker. Hoe lang staat hij op het veld? Een minuut of drie. En hij is dus echt wel terug nu. Jan Pollak, en ze gaan hem nog kunnen gebruiken. Zeker in afwezigheid van Lucas Biglia. Voor de neus van Maas, die er daar opnieuw niet goed uitziet op een hoge bal. Jan Pollak knikken en scoren. En zo gaat Anderlecht toch nog met ruime cijfers winnen. Nog een minuut of zes. Hoekschop Boussoufa. Dat was Pollak weer. En dan van de lijn gehaald door Montaigne die bal. En uiteindelijk weggezet door Wanyama. Bijna was het ook nog 5-0. Martijn Montaigne. Oh, het was op de paal zelfs. En dan is het afgelopen. Het is een beetje een vreemde wedstrijd geworden, maar Anderlecht had genoeg aan 20 sterke minuten in het begin en 20 sterke minuten op het einde om hier heel ruim van Germinal Beerschot te winnen. Beerschot moet niet alleen een zware 4-0 nederlaag slikken, maar is ook doelman Pachowski kwijt, maar met naar wat blijkt een enkelbreuk te zijn.